De World Tour gaat volgend seizoen weer op de schop. Die plannen zijn vorig jaar al aangekondigd, maar in de tussentijd is weer het een en ander veranderd. En dus is de vraag, wat gaat er eigenlijk veranderen? In deze video ga ik het je uitleggen. Eerst even kijken hoe de situatie nu is en dan beginnen we bij de wedstrijdcategorieën. Bij de mannen zijn dat de World Tour, de OR-categorie, de punt 1 en punt 2 wedstrijden. Hoe hoger de categorie, hoe belangrijker de wedstrijden zijn en dus ook hoe meer punten je voor de World Ranking kunt verdienen. En ook het prijzengeld is hoger. Het is aan de UCI die bepaalt in welke categorie een wedstrijd terechtkomt en dat is afhankelijk van een aantal factoren. Waaronder de historie van de wedstrijd, maar ook de relatie tussen de wedstrijdorganisator en de UCI. En waaruit de belangrijkste is, zal je niet verbazen, geld. Want kan een organisator de fee van de UCI betalen? En hoe hoger de wedstrijdcategorie is, hoe hoger ook die fee is. En heeft de organisatie voldoende budget om wolterploegen bijvoorbeeld uit te nodigen en daardoor ook dienstonkostenvergoeding te betalen? En het is bijvoorbeeld in de Wooltour verplicht om een goede kwaliteit televisieregistratie af te leveren. Nou, die kosten zijn ook voor rekening van de wedstrijdorganisator. Geld speelt dus een grote rol in welke categorie wedstrijd je terechtkomt. Dan de ploegen, en dat is overzichtelijk. Bij de mannen heb je drie categorieën: World Tour, Pro Continentaal en Continentaal. Maar de verschillen zijn groot. Een World Tour team kostte gauw 12 miljoen euro en de betere teams, zoals Jumbo-Visma, dat is rond de 20 miljoen euro. En een team als Ineos, dat zit daar zelfs nog ver boven. Een pro-continentaal team, zoals Roompot, heeft een budget van tussen de 3 en de 4 miljoen. En een continentaal team in Nederland kost zo 2 ton. Een ander verschil is het aantal renners dat een ploeg moet hebben. Een wildploeg moet uit minstens 23 renners bestaan. Een pro-continentaal team uit minstens 16. En een continentaal team moet minstens 8 renners op de lijst hebben staan. Het aantal wildteams is de afgelopen jaren vastgezet op 18. Terwijl pro-continental en continental, daar zit geen maximum op. Dus als je naar de afgelopen jaren kijkt, zie je dat er ook een kleine schommeling is per jaar tussen het aantal teams dat er zijn ingeschreven. Wildtourploegen zijn verplicht om in wildtourkoersen te starten, terwijl pro-continentale ploegen afhankelijk zijn van een uitnodiging, van een wildcard. Die worden uitgedeeld door de organisator en die heeft er niet altijd belang bij de beste ploegen uit te nodigen. Kijk bijvoorbeeld naar de Tour, waar vaak heel veel Franse teams starten in plaats van de beste pro-continentale ploegen. Maar er gaat dus het een en ander veranderen. Om te beginnen bij de wedstrijdcategorieën. De World Tour krijgt er een nieuwe ranking bij, de UCI Classic Series. Althans, dat is wat de UCI graag wil. Maar de ploegen, onder leiding van belangenvereniging de IAGCP, zijn tegen. De UCI Classic Series zou een serie moeten worden van eendaagse koersen, waaronder de vijf monumenten, met een eigen branding en een eigen identiteit. Dat zou moeten leiden tot nieuwe verdienmodellen. Maar volgens de ploegen, ja, trekt de UCI alle rechten naar zich toe, waardoor zij niet zouden meedelen in eventuele nieuwe inkomstenmodellen. Daar zijn ze tegen. De grootste verandering is de introductie van de UCI Pro Series. Die gaat de OR-categorie, wedstrijdcategorie, vervangen. Die verdwijnt, daar komt dus de Pro Series voor in de plaats. En dat is een combinatie van de huidige OR-categorie groepen, aangevuld met nog enkele punt 1 koersen. Welke dat gaat zijn is, hoewel 2020 echt niet meer zo ver weg is, ook nog niet bekend. Dat gaan ze waarschijnlijk pas in december bekendmaken welke wedstrijden dus onderdeel gaan uitmaken van die Pro Series. Ook bij de ploeg is er een wijziging. Pro Continental krijgt een nieuwe naam, dat worden Pro Teams. En het aantal renners per categorie gaat omhoog. Wildtourploegen moeten uit minimaal 27 renners gaan bestaan. Pro Teams uit minstens 20. En Continental Teams moeten er minstens 10 renners per ploeg zijn. En dan wordt het echt interessant, want ook het wildcard systeem wordt hervormd. Nu is het zo dat de wedstrijdorganisatoren alle wildcards mogen uitdelen. In grote rondes zijn dat er 4. Maar dat wordt veranderd. De twee beste pro-continentale teams uit de UCI World Ranking van 2019 krijgen volgend jaar een standaard uitnodiging voor wildtourkoersen. De organisatoren van wildtourkoersen zijn dus verplicht die twee ploegen uit te nodigen. Zeggen die af, dan gaat die uitnodiging gewoon weer terug en heeft de organisator een derde wildcard. Maar in dit plan wordt uitgegaan van 18 wildtourteams. En nu is het zo dat er volgend jaar misschien wel 19 en misschien zelfs 20 wildtourteams gaan zijn. Wat dat voor gevolgen gaat hebben, ik heb het nagevraagd bij de UCI. En die zeggen dat in het geval er meer dan 18 wildtourteams gaat zijn, er één verplichte wildcard wordt geschrapt.
Nou, de voorlopige tussenstand zat met het toetreden van Cofidis en de redding van Katusha door Israel Cycling Academy op 19. En dat betekent dat volgend jaar alleen het beste pro-continentale team van dit jaar standaard startrecht gaat hebben in alle World Tour wedstrijden. Maar in het geval bijvoorbeeld Corendon Circus dit jaar eindigt als beste pro-continentale team en volgend jaar dus mag starten in bijvoorbeeld de Giro, betekent dat RCS, de organisator van de Giro, dan verplicht één van hun twee wildcards moet uitdelen aan een Italiaans team. Want doen ze dat niet, dan zou het kunnen zijn dat in de nationale ronde van Italië er geen Italiaans team gaat starten, omdat er geen Italiaanse World Tour teams zijn. Dit zijn de huidige plannen. Er kan nog wel het een en ander gaan veranderen. Als dat zo is, dan gaan we dat laten zien in een nieuwe video. Vond je deze in ieder geval interessant? Geef dan even een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren om geen enkele video nog te hoeven missen.